Goedemiddag, dames en heren. Ik hoop dat ik verstaanbaar ben, anders krijg ik wel een seintje van mijn collega's moderatoren. Mijn naam is Stijn Latree en ik ben de directeur van UXIA, het Universitair Centrum Sint Ignatius Antwerpen. En ik heet u dus van harte welkom op deze UXIA-leerstoel Jeff van Gerwen, de Velgen-leerstoel Europese Waarden en de Trends-leerstoel Economie van de Hoop, met als titel De mens centraal, Europese waarden in het bedrijfsleven. Een titel die zeker verder zal toegelicht worden, uitgewerkt worden in de loop van deze namiddag en ook verder genuanceerd zal worden. Maar vooraleer ik de andere collega's die dit evenement mee hebben georganiseerd het woord geef voor een korte introductie, ga ik even met u door een aantal technische zaken. En dan wachten we op de slide voor de technische zaken. Dat kan ik misschien zelf ook doen. Ja. Voilà, dus uw geacht publiek... wordt geacht van geen audio en video te gebruiken tijdens deze sessie, tenminste niet tot aan de discussieruimtes hè, die straks zullen in gebruik genomen worden. De coffee corner, zoals het hier genoemd wordt. Hè. U kan dat dus ook niet gebruiken op dit moment. U gebruikt bij voorkeur de browser Google Chrome. Hè. Als u technische problemen hebt, kan u altijd een van de moderatoren, buiten mijzelf dan, contacteren via de chat. Daarover dadelijk meer. En dat dadelijk is nu, want onderaan rechts in uw scherm ziet u normaal gezien een fuchsia pijltje met daarin dat je kan uitklappen. Hè, dus fuchsia met witte pijltjes, je kan dat uitklappen. En daar zie je een tekstballonnetje. En die tekstballon kan je gebruiken voor de chat, voor Q&A, voor questions and answer, die dan voorgedragen worden aan, of geselecteerd worden eventueel voor de sprekers om verder op in te gaan tijdens de lezing zelf. Vooral tijdens de lezing, geloof ik, van of het woord van straks Erik Hendricks zal deze functie gebruikt worden. Dus dat kan u daaraan gebruiken. U kan ook in datzelfde menu berichtinstellingen aanpassen, dat u minder meldingen krijgt. Dat kan u via dat tandwieltje aanpassen. Rest mij nog te zeggen dat deze webinar wordt opgenomen en later dus ook te bekijken is op onze website uxia.org. Zoals gezegd, veel organisatoren van deze studienamiddag, van dit webinar. En ik geef graag nu het woord aan professor Luc van Liedekerke om dat verder toe te lichten. Aan jou het woord, Luc. Ja, goedemiddag allemaal en hartelijk welkom op dit seminar. Ik wil kort even dit seminarie kaderen, omdat dat past in het emeritaat van Henk. Wij hadden hier ook een tweede deel aan voorzien, dat wat meer ceremonieel was. Maar jammer genoeg valt dat weg. Ik spreek hier niet alleen namens mezelf, ik spreek hier namens het departement filosofie en zeker en vast ook vanwege de generatie studenten die Henk geïnspireerd heeft door een meer zinsgerichte, zinvolle blik, zowel op economie als samenleving. Die waardering wilden wij uitspreken, die waardering gaan we uitspreken en die waardering hoop ik op een ander moment nog eens verder ook in de verf te zetten, waarbij Henk dan de kans krijgt om zijn visie op die zinvolle economie en op die zinvolle samenleving wat meer uitgebreid aan bod te laten komen in een meer ceremoniële omgeving. De crisis zal een einde kennen. Wij zullen die dingen dan naar voren halen en wees gerust, op dat moment zal u hier als deelnemers dan de eerste op de hoogte gebracht worden wanneer we dat meer ceremoniële deel van die hele emeritaatsviering ook een rol zullen geven. Alvast veel luistergenot met dit inhoudelijke gedeelte. Ja, dankjewel Luc. Dan geef ik graag het woord aan professor Helene Touquet, houder van de leerstoel voor Europese waarden. Ja, goedemiddag iedereen. Ik ga maar heel kort iets zeggen. Ik wil jullie ook allemaal welkom heten op dit webinar. Ik ben zoals gezegd de houder van de leerstoel Europese waarden en de bedoeling van de leerstoel in Europese waarden is om het debat en de reflectie over Europese waarden in hun diversiteit en complexiteit aan te moedigen en te stimuleren. Dus dit webinar past ook heel goed in de vooropstellingen van de leerstoel. En ik wil nog iets daaraan toevoegen. Het is zo dat de grote inspirator van de leerstoelen Europese waarden, want er zijn er twee, er is eentje in Antwerpen en eentje in Louvain-la-Neuve, dat de grote inspirator van die leerstoelen ons helaas is ontvallen vorige week.
Dat was baron Maurice Velge. Hij was iemand met een enorme gedrevenheid en kracht en heel veel ideeën rond Europese waarden. En hij was natuurlijk ook een man van het bedrijfsleven. Hij heeft een heel aantal bedrijven ook geleid. En ik wil eigenlijk ook dit webinar een beetje aan hem en aan zijn nagedachtenis opdragen. De bedoeling was normaal geweest dat hij hier ook zou zijn. En ik denk dat hij er ook heel erg van genoten zou hebben om die twee aspecten van zijn interesseveld en zijn persoonlijkheid hier vandaag te zien samenkomen. Dus bij deze draag ik het webinar op aan Maurice. Dankjewel, Helene. En dan geef ik nu graag het woord aan professor Hendrik Op de Beek, ook promotor van de leerstoel Economie van de Hoop. En voor hem is dit webinar toch wel een bijzondere gelegenheid. Henk, graag het woord aan jou. Dankjewel, Stijn. Beste toehoorders, als titularis van de leerstoel Economie van de Hoop, maar tevens als co-promotor van de Velgeleerstoel Europese Waarden, sluit ik me aan bij mijn collega's. Ik wil eveneens mijn medeleven uitdrukken aan mevrouw Velge, de kinderen en de familie van Maurice Velge. In de lente van 2019 reeds suggereerde baron Velge me om een workshop te organiseren rond Europese waarden en het bedrijfsleven. In samenspraak met decaan Luc Durlo en Hélène Touquet van de leerstoel ontwikkelde ik daarom een plan voor deze studienamiddag die een webinar werd. Ik nam contact op met de leerstoel van Gerve en ik nodigde de verschillende sprekers uit. Eergisteren werd met het overlijden van baron Maurice Velge duidelijk dat dit initiatief, zoals Luc van Liedekerke aangaf, niet alleen de academische invulling zou worden van mijn emeritaat, maar ook dat we deze webinar graag aan baron Velge willen opdragen. Hoe is nu het programma van deze namiddag gelinkt aan mijn emeritaat? Wel, zoals het hart van mijn onderzoek, zowel het hart van mijn onderzoek als van mijn onderwijs en mijn dienstverlening de voorbije 40 jaar, de drie taken van een hoogleraar, zijn aanwezig in het programma van deze namiddag. Allereerst was de kern van mijn onderzoek steeds de filosofie van het personalisme, met onder meer Maritain, Mounier, Levinas en Ricoeur. Dries de Weer zal ons zo dadelijk meer vertellen over dit personalisme. Zowel mijn internationale publicaties als mijn Nederlandstalige trilogie over zingeving zijn personalistisch geïnspireerd. Mijn filosofisch onderwijs vervolgens situeerde zich altijd in verbinding met economie en samenleving. Van mijn inleiding filosofie voor studenten economie tot en met mijn andere cursussen zoals filosofie van de economie en techniekfilosofie. Mijn academische dienstverlening tenslotte werkte ik hoofdzakelijk uit via het Interuniversitair Spesforum, dat ik met Luc Boekaert 20 jaar geleden mee mocht opstarten. Ingrid Verduin, die straks zoals Luc ook het woord neemt, is sinds vele jaren lid van de Raad van Bestuur van SPES. Erik Hendricks, die ons vandaag ook toespreekt, vertegenwoordigt de gemeenschapseconomie en Stijn Latré Uxia, twee bevriende organisaties met wie we met SPES en de leerstoel mogen samenwerken. Het feit dat de Vlaamse minister van Economie Hilde Kerviets aanvaarde om ons straks via een videoboodschap toe te spreken, is een fijne erkenning voor de trendsleerstoel Economie van de Hoop, die we aldus vanuit SPES en de faculteit Wijsbegeerte lanceerden. Ik ervaar deze webinar dan ook als een digitaal liber amicorum, een boek met bijdrage van een aantal vrienden, wat een hoogleraar in pre-coronatijd vaak als cadeau ontving bij zijn emeritaat. Graag stel ik echter wel voor dat ik dit liber amicorum mag opdragen aan baron Velge. Tijdens de eerste ontmoeting die ik met hem had, maakte hij duidelijk dat in de onderneming en in de economie de mens centraal moet staan. Of zoals Schumacher, op wie ik doctoreerde, het zei: "Economics as if people mattered." De vrienden en toehoorders, aan jullie daarom het woord en heel veel dank voor dit digitaal liber amicorum. Dankjewel Henk voor deze woorden en natuurlijk namens Uxia sluit ik me ook graag aan bij die woorden van deelneming aan de familie van baron Velge. Ik mocht hem ontmoeten in het voorjaar, vlak voor de lockdown eigenlijk, bij een van de sessies van de European
Values Lecture Series, die we dus samen, die UXIA samen met Helene Touquet heeft ontwikkeld. Hè. Daar was hij aanwezig en was hij zeer geëngageerd en geïnteresseerd en ging hij zeer geanimeerd nog in gesprek. Dus deze namiddag tot zijn nagedachtenis, sowieso om hem als mens ook te eren. Dan leid ik graag de eerste spreker van deze namiddag aan u in. Dat is professor Dries de Weer. Dries de Weer is politiek filosoof en directeur van de bacheloropleiding filosofie aan de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoek is gericht op de filosofie van het personalisme en het denken van Paul Ricoeur in het bijzonder, met de klemtoon op vragen omtrent de betekenis van burgerschap en politieke verantwoordelijkheid. Samen met KU Leuven politicoloog Steven van Hekke publiceerde hij het boek De Mens Centraal, essays over het personalisme vandaag en morgen. En dus, Dries, vandaar dat je natuurlijk de ideale figuur bent om ons even in te leiden in dit thema, om ons van een stevig kader te voorzien. Graag het woord aan jou. Goedemiddag. Ik ga ervan uit dat iedereen mij hoort en ziet ondertussen. En als dat niet zo is, dan zal ik het wel vernemen. Inderdaad, ja, de mens centraal, het onderwerp voor deze webinar, dat is uiteraard niet zo toevallig. Ook de titel van dat boek dat ik een tijdje geleden samen met Steven van Hekke heb samengesteld. Een boek waarin we dus die actualiteit van de personalistische filosofie onder de loep nemen. En daarover wil ik het vandaag dus ook hebben. Hè. Personalisme. Een term die we eigenlijk op veel plaatsen horen vallen, maar waar zelden een duidelijke invulling aan gegeven wordt. Van de christendemocratie tot het katholiek onderwijs, van Zorgnet tot de christelijke arbeidersbeweging. Dus zeer veel grote maatschappelijke instellingen verwijzen naar dat personalisme als inspiratiebron. Maar ook in breder opzicht kunnen we kijken naar Hans Europa, waar dat personalistische gedachtegoed een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de Europese integratie en zeker ook van dat socio-economische Rijnland-model. En in dat opzicht denk ik dat het zeer gepast is om over dat personalisme te praten in de context van de Europese waarden. Want dat gedachtegoed heeft ontegensprekelijk zijn stempel gezet op onze continentale maatschappelijke ontwikkeling in de tweede helft van de 20e eeuw, maar doet dat ook verder tot op vandaag. Nu, wat ga ik daarover vertellen? In eerste instantie wil ik uitleggen wat dat personalisme dan in essentie betekent, maar ik wil ook inzoomen op waarom dat personalisme volgens mij ontzettend actueel is, ook als voorzet voor de verdere gesprekken vandaag. Goed. Personalisme, wat is dat nu eigenlijk? Wel, een definitie van een filosofische stroming is altijd lastig. Maar goed, in de praktijk blijkt het toch wel zinnig om te spreken over een soort van familieverwantschap. Een familieverwantschap tussen denkers. We weten allemaal, families kunnen zeer divers zijn. Er kan zelfs geweldig hard geruzied worden binnen een familie, maar het blijft altijd familie. Er is altijd die onderliggende verwantschap. Wel, de Amerikaanse historicus Joseph Amato heeft die familieverwantschap onder personalisten als volgt onder woorden gebracht. Hij schrijft: in feite kan iedereen die in naam van de menselijke waardigheid de mens wil redden, zowel van isolement als van tirannie, van de furies, van zowel individualisme als collectivisme, zichzelf, als die dat wenst, als een personalist beschouwen. Mag dus op zijn minst duidelijk zijn dat personalisten zowel individualisme als collectivisme verwerpen. Het personalisme kwam tot bloei rond de jaren 30, niet toevallig. En het werd in feite verenigd door de zoektocht naar de roeping van de mens in de moderne samenleving, vanuit een verzet tegen de toen dominante ideologieën. En dat was het collectivisme, in de vorm van communisme en fascisme aan de ene kant, en dan het kapitalistisch individualisme aan de andere kant. Dus het gaat om een verzet tegen de gangbare ideologieën,
waarbij het personalisme dus de menselijke persoon centraal stelt. Geen grote verrassing daar. Personalisme gaat over de menselijke persoon. Maar wat betekent dat? Wel, waar dat begrip individu zelfgenoegzaamheid voorop stelt. Iedereen die op zichzelf staat en die eigenlijk ja, zijn eigen boontjes maar moet doppen. Daar benadrukt het persoonsconcept dat, ja, dat de mens niet alleen een uniek, maar ook een verbonden en spiritueel wezen is. Er zijn dus drie centrale kenmerken. Ten eerste, elke mens is uniek. En omdat elke mens uniek is, mag die nooit ondergeschikt worden aan de groep. Niemand mag opgeofferd worden. Niemand mag over het hoofd worden gezien. Elke mens telt. Daarover gaat het. Ten tweede, een mens wordt pas mens in relatie met anderen. Ja, we mogen dat wel beschikken over ja, onze individuele vermogens en talenten, maar we kunnen ons pas ontplooien omdat we ingebed zijn in een familie, in verenigingen en in brede samenlevingsverbanden ja, die voor ons zorgen en waar op onze beurt zorg voor dragen. Dus verbondenheid is enorm belangrijk. En die verbondenheid is er ook met de voorgaande en de volgende generaties. En met onze leefwereld. We zijn verbonden met die wereld die onze gemeenschappelijke thuis vormt. En daardoor draagt het personalisme ook een sterke ecologische dimensie in zich. Een ecologische dimensie die zeker wat meer op de voorgrond mag komen. En dan ten derde, een menselijk bestaan, ja, dat behelst meer dan alleen maar een relatie tot jezelf en tot anderen. Volwaardig leven als mens heeft ook een spirituele dimensie. De kern van de zaak is daar dat we als mens op zoek zijn naar meer dan alleen maar de vervulling van materialistische verlangens. De zin van het leven, dat vinden we in het transcendente. In een brede betekenis van het woord, dat we zeggen in het engagement voor waarden en idealen die ons als individu overstijgen. En het personalisme sluit op die manier goed aan bij een christelijk perspectief. De meeste oorspronkelijke personalisten waren van christelijke signatuur, maar het gaat om een open denkkader waarbij mensen van allerlei gezinten aansluiting kunnen vinden. Trouwens, wat dat christelijke perspectief betreft, met de klemtonen in zijn nieuwe encycliek, Fratelli Tutti, zoals het heet, daar bevestigt Paus Franciscus eigenlijk dat personalisme als leidraad voor de katholieke sociale leer. Maar dat even terzijde gewoon. Goed, dat zijn dus drie kenmerken die centraal staan in dat personalistische mensbeeld. Uniciteit, verbondenheid, spiritualiteit. En dat heeft natuurlijk allerlei implicaties. Ik wil daar niet al te ver in uitweiden, maar ik zou er toch twee in de verf willen zetten. Ten eerste gaat het dan over het vrijheidsbegrip. Het personalistische mensbeeld impliceert een bepaalde visie op vrijheid. Voor een personalist is vrijheid ja, niet de negatieve vrijheid van het liberalisme, niet de vrijheid als absolute zelfbeschikking. Nee, voor een personalist is vrijheid meer dan dat. Voor een personalist is vrijheid positieve vrijheid. En dat is dan de vrijheid om je eigen roeping in het leven te ontdekken en te realiseren door en voor de gemeenschap. Het gaat dan dus niet zozeer over zelfbeschikking, maar over zelfontplooiing met en voor anderen. En dat hangt samen met de idee van geschapen vrijheid. De idee dat vrijheid ja, niet zomaar een natuurlijke bezitting is. Vrijheid is niet iets dat ja, vanzelfsprekend aan ons kleeft. Vrijheid is iets dat we te danken hebben aan de gemeenschap en de leefwereld die ons die vrijheid garandeert. En het mag alvast duidelijk zijn dat personalistische vrijheid daarom altijd ook een dimensie van verschuldigd zijn ten aanzien van die gemeenschap en die leefwereld impliceert. Met andere woorden, een gegeven vrijheid is altijd gekoppeld aan verantwoordelijkheid. En het tweede en laatste element dat ik nog in de verf wil zetten,
is dan de betekenis van gemeenschap die volgt uit al het voorgaande. Een gemeenschap is voor een journalist geen vrije associatie gericht op wederzijds oordeel. De samenleving is geen contractuele transactie. Een gemeenschap heeft een ethische oorsprong. Een gemeenschap is een bepaalde historische vorm die de spontane ethische band tussen mensen aanneemt. Dus niet in de eerste plaats omwille van eigenbelang, maar vooral vanuit wederzijds respect en zorg voor elkaar. En vandaar dat een gemeenschap gekoppeld is aan een bonum commune, zoals dat in het Latijn heet. Een gemeenschappelijk goed dat meer is dan zomaar de doorsnede van onze toevallige individuele voorkeuren. En wat is dat gemeenschappelijk goede? Wel, dat is het geheel van voorwaarden, zowel materiële als immateriële voorwaarden, die elk lid van de gemeenschap in staat stellen zich ten volle te ontplooien als mens. Denk aan tewerkstelling, sociale zekerheid, gezondheidszorg, een gezond leefmilieu, maar ook zaken als onderwijs, veiligheid, godsdienstvrijheid enzovoort. Goed, wel, dat is dus de idee van bonum commune, maar dat maakt ook meteen duidelijk dat de gemeenschap belangrijk is, maar niet boven de persoon staat. De persoon heeft een verantwoordelijkheid ten aanzien van de gemeenschap, jazeker, maar de gemeenschap die staat ten dienste van de persoon. En dat impliceert onder andere dat gemeenschappen dynamisch en meervoudig moeten worden opgevat. Het personalisme denkt gemeenschappen altijd in het meervoud. Een mens maakt altijd deel uit van meerdere concentrische en elkaar overlappende gemeenschappen. Het gezin, de buurt, verenigingen, maar zeker ook een bedrijf of een geloofsgemeenschap enzovoort. Al die verschillende gemeenschappen moeten in hun eigenheid gerespecteerd worden. En bovendien moeten die gemeenschappen ook dynamisch opgevat worden. Wat betekent dat? Wel, als een gemeenschap gebaseerd is op die spontane ethische band tussen mensen, op wederzijds respect en zorg voor elkaar, dan draagt dat personalistische gemeenschapsconcept een soort drang in zich om de kring groter te maken. Om steeds meer mensen in die kringen van respect en bekommernis op te nemen. Dat is nu eenmaal een logisch gevolg als elke mens telt. Goed, voorlopig heb je daarmee dus een overzicht, in grote lijnen geschetst, wat dat personalisme nu eigenlijk betekent. En dat is dus in grote lijn waarover ik het vandaag wil hebben, over de implicaties van een mens- en maatschappijbeeld dat uitgaat van deze centrale kenmerken. En wat dat betekent, in het bijzonder ook voor het bedrijfsleven. Nu, wat mij daarbij opvalt, is dat die kenmerken van het personalistische mensbeeld eigenlijk een perfecte match vormen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag. En die uitdagingen zou ik onder drie noemers willen scharen. Ten eerste een doorgeslagen materialisme, ten tweede een doorgeslagen individualisme en ten derde verregaande vormen van structurele uitsluiting. De nadruk op de mens als uniek, verbonden en spiritueel biedt daar eigenlijk een naadloos antwoord op. Wanneer we dan kijken naar de economie, wel, het uitgangspunt van een personalistische kijk op economie is dat er een morele orde voorafgaat aan de markt. Een morele orde die de persoon centraal stelt. En het mag dan ook niet verrassen dat het personalisme een scherpe kritiek impliceert op de uitwassen van het kapitalisme. Personalisten pleiten voor een integrale kijk op de menselijke behoeften. Jacques Maritain die sprak over personalisme als integraal humanisme. De mens leeft niet van brood alleen. Naast materiële behoeften heeft de mens ook psychische, sociale en spirituele behoeften. En de economie mag zich niet verliezen in de focus op het ene ten koste van het andere. De economie moet met andere woorden in dienst staan van de integrale ontwikkeling van de persoon.
De economie mag niet alleen gericht zijn op economische groei. Het gaat om integrale groei van ons leven en samenleven als mensen. Wel, een personalist zoekt dus naar het juiste evenwicht tussen de verschillende dimensies van een volwaardig menselijk bestaan. In de praktijk roept dat personalisme ons dus op om waakzaam te zijn en op zoek te gaan naar welke dimensies we uit het oog verliezen. En daar botsen we natuurlijk in eerste instantie op dat doorgeslagen materialisme, wat zich dan tegenwoordig vooral in die klimaatcrisis laat voelen. Een klimaatcrisis die aangezwengeld is en wordt door een mateloze vorm van economische groei en consumptie. De klimaatcrisis wordt nu uiteraard wel een beetje op de achtergrond geduwd, zou je kunnen zeggen, door die coronacrisis. Maar dat is en blijft wel de cruciale uitdaging voor onze generatie. We moeten zoeken naar een evenwicht waarin economische ontwikkeling samengaat met respect voor onze verbondenheid met elkaar en met die leefwereld die we allemaal delen. En trouwens, even terzijde, maar het belang van dat integraal humanisme toont zich ook in de coronacrisis. Wat we daar zien, is het gevaar van andere obsessies. Bijvoorbeeld een obsessie met fysieke gezondheid die ten koste dreigt te gaan van de mentale gezondheid. De schrijnende verhalen uit de woonzorgcentra zijn wat dat betreft een harde wake-up call geweest, denk ik. En dat is nu juist wat het personalisme in de verf zet. We mogen ons niet verliezen in eender welke obsessie. We moeten voortdurend op zoek zijn naar dat wat we over het hoofd zien om volwaardig mens te zijn. En dat betekent dat we voortdurend het gesprek moeten aangaan. Geen personalisme zonder dialoog. Als we allemaal uniek en verbonden zijn, dan boeken we alleen in permanente dialoog vooruitgang. Nu, die intermenselijke verbondenheid, die brengt mij dadelijk ook bij de tweede grote maatschappelijke uitdaging uit mijn rijtje. En dat is die van het doorgeslagen individualisme. Ik heb het al gezegd, het personalisme is van bij het begin zeer expliciet een gedachtegoed dat een derde weg voor ogen heeft tussen collectivisme en individualisme. En vandaag spreken we niet over communisme en fascisme tegenover bourgeois-kapitalisme, zoals dat het geval was in de jaren 30, maar de onderliggende spanning is vandaag minstens evenzeer aanwezig. Het individualisme is vandaag onlosmakelijk verbonden met het neoliberalisme, zoals dat dan heet. Het neoliberalisme, die maatschappelijke dynamiek van de rat race, waarin ieder voor zich de concurrentie met elkaar aangaat en waarin de overheid zich tot taak stelt die rat race te faciliteren. Dat individualisme van het geglobaliseerde marktgebeuren, dat vindt dan weer een tegenreactie. En die tegenreactie vinden we dan in enggeestig groepsdenken, zoals dat dan vandaag vooral tot uiting komt in racisme en exclusief nationalisme, maar ook in de terugkeer van de klassenstrijd. Dus de nood aan een derde weg tussen individualisme en collectivisme is vandaag even goed aanwezig. Nu, het ontsnappen aan die tweespalt begint in grote mate bij de economische voedingsbodem ervan. We moeten streven naar een nieuw economisch model waarin de mens centraal staat en niet de groei. Of preciezer gesteld, zoals ik eerder ook al zei, een economisch model waarin het gaat om de integrale groei van ons leven en samenleven als mensen. En een van de speerpunten van dat personalisme als integraal humanisme gaat in dat opzicht over arbeid. Werken is meer dan de kostprijs van consumptie en vrije tijd. Werken moet vooral een intrinsieke waarde hebben, moet bijdragen aan de zin van ons bestaan. We moeten onszelf kunnen ontplooien in ons werk en we moeten nog voldoende tijd hebben om ons ook daarnaast te kunnen ontplooien. En om er te zijn voor onze naasten. Dat is een voorwaarde voor een economie op mensenmaat. En dat in de zin dat daar ook veel aan vasthangt. Om maar één voorbeeld te noemen,
Denk maar aan de gevolgen van de industriële grootschaligheid in de ouderenzorg, die de voorbije maanden zo pijnlijk prominent in beeld gekomen is. Ik denk dat we daar allemaal met onze neus op de feiten gedrukt zijn over de noodzaak om bepaalde evenwichten te herstellen. En laat dat nu dus expliciet de boodschap van dat personalisme zijn, om dat integrale humanisme na te streven. We moeten ons voortdurend, samen, in dialoog, de vraag durven stellen welke dimensies van het mens zijn we uit het oog verliezen. Maar dat is niet alles. Het gaat niet alleen om welke dimensies van het mens zijn we over het hoofd zien. Het gaat nog des te meer simpelweg over welke mensen we over het hoofd zien. En daarbij verwijs ik graag naar Luc Boekaert, die straks nog aan het woord komt. Luc heeft dat punt samen met Geert Boekaert heel mooi in de verf gezet in dat boek, De Mens Centraal, waar ik daar straks ook al naar verwees. Dus het punt dat Luc Boekaert daar ook mooi in de verf zet, is die zoektocht naar de mensen die we over het hoofd dreigen te zien. En dat brengt mij bij dat derde en laatste knelpunt, dat van de structurele uitsluiting. Op maatschappelijk gebied zijn er de voorbije maanden genoeg voorbeelden in de revue gepasseerd. Denk maar aan de hele Black Lives Matter-beweging, of ook weer aan de collectieve blindheid voor desastreuze gevolgen van bepaalde coronamaatregelen voor de meest kwetsbaren onder ons. Zoals, we kunnen opnieuw kijken naar ouderen in ons zorgcentrum, maar ik denk bijvoorbeeld ook aan de kinderen in het buitengewoon onderwijs, voor wie men blijkbaar pas na enkele dagen tot de vaststelling kon komen dat die regels bij het begin van het schooljaar tot onmenselijke toestanden leiden. Goed, op maatschappelijk gebied hebben we dus allerlei voorbeelden, maar die kwesties rond structurele uitsluiting spelen uiteraard ook in het bedrijfsleven. De wijdverspreide discriminatie op grond van afkomst of handicap of leeftijd, dat is zowat een publiek geheim. Maar daarnaast denk ik ook aan de digitalisering en de opkomst van artificiële intelligentie als een enorme uitdaging op dat vlak. Met alle liefde voor de vooruitgang, maar hoe zorgen we ervoor dat een heel grote groep mensen niet structureel uit de markt wordt geduwd? Door bijvoorbeeld artificiële intelligentie. En hoe zorgen we ervoor dat ieders bijdrage aan de samenleving kan worden gewaardeerd? Nu, dat streven naar inclusie en het herdenken van waardering, dat zijn natuurlijk brede maatschappelijke discussies, maar dat zijn ook vragen die binnen elk bedrijf moeten spelen. Zijn we het belang van ieders bijdrage aan het bedrijf wel adequaat aan het waarderen? En bijvoorbeeld ook, welke loonspanning is aanvaardbaar in dat opzicht? Maar ook breder, brengen we wel alle stakeholders van het bedrijf in rekening? Dat soort vragen komen dan voortdurend de kop opsteken. Goed. Dat bij wijze van inleiding, en ik denk dat dat zeker stof tot discussie bevat. Maar tot slot wil ik eerst nog even samenvatten wat ik verteld heb. Het gaat dus over dat personalisme. Personalisme wat dan gaat over een mensbeeld dat de uniciteit, verbondenheid en spiritualiteit van elke mens in de verf zet. En dat vormt dan juist een belangrijk tegengewicht tegen die problemen van een doorgeslagen materialisme, individualisme en structurele uitsluiting. Met name door eigenlijk twee vragen te stellen. Door voortdurend het gesprek aan te gaan aan de hand van twee vragen. Welke mensen en welke dimensies van het mens zijn, zijn we aan het vergeten? Hoe kunnen we die mensen en die dimensies van het mens zijn aan het woord laten? En die vragen indachtig geef ik alvast zelf het woord door aan de volgende sprekers. Bedankt voor uw aandacht. Dank u wel, Dries, voor deze bijzonder heldere inleiding.
voor sommigen een inleiding, voor anderen misschien ook een opfrissing van het personalistische gedachtegoed. Ja, met jouw nadruk op een integraal humanisme en een economie op mensenmaat en ook door arbeid, werk als intrinsieke waarde te beklemtonen, hebben we een duidelijke opstap naar het filmpje, de videoboodschap van minister, Vlaams minister van Economie en Werk, Hilde Krevits. En mag ik vragen aan Brecht om dat filmpje nu te starten. Geachte professor Dr. Op de Beek, beste mensen van de Universiteit van Antwerpen, geachte genodigden. Ik houd eraan om eerst en vooral heel nadrukkelijk de organisatoren te bedanken voor de inrichting van deze fantastische workshop. De leerstoel Economie van de Hoop, de leerstoel Velge, de leerstoel van Gerben Ethion en het SPES Forum. In deze uitzonderlijke tijden, waarin we alle zeilen moeten bijzetten om onze samenleving economisch en sociaal te herlanceren, is het echt van belang om een grondig debat te kunnen voeren rond de Europese waarden in het bedrijfsleven. En als het personalisme dan ook nog eens het centrale filosofische kader is, ja, dan ben ik er natuurlijk als christendemocratische minister van Werk heel graag bij. Dialoog is een essentieel kenmerk van die personalistische mensvisie. Dus was ik eigenlijk veel liever fysiek aanwezig geweest, maar à la guerre comme à la guerre. De collectieve socio-economische crisis die we doormaken is uiteraard van een heel andere orde dan de wereldoorlogen. Maar de periode van maatschappelijke herbronning, economische reset en relance kent toch een aantal gelijkenissen met de naoorlogse periode waarin al onze grote Europese instellingen ontstonden. En net als toen is het belangrijk om ons te bezinnen over de gemeenschappelijke Europese fundamenten die we centraal willen stellen in elk toekomstig relancebeleid. Wat mij betreft kan het personalisme daarbij uiteraard bijzonder inspirerend zijn als kader. Macro-economisch wordt het duidelijk dat de ongebreidelde globalisering of het gigantisme, om het met de woorden van een notoir Vlaams econoom te zeggen, niet langer vol te houden is. Ook in de schaaleconomie is er zoiets als de optimale schaal. De negatieve impact van die extreme globalisering op de mens, op de samenleving en op het klimaat is te groot. De coronacrisis heeft dat inzicht nog versterkt. En meer dan ooit is het belang gebleken van strategische autonomie als leidend economisch principe. We moeten als Europese Unie onze economische aanvoerlijnen kunnen beheersen. Weliswaar zonder in de val van protectionisme te trappen. We moeten vertrekken vanuit de unieke eigen troeven en waarden, maar altijd in een open en constructieve relatie tot andere economieën. En dat geldt eigenlijk bij uitstek voor een kleine en open economie waar de welvaart in grote mate afhankelijk is van die van de omliggende landen. Ook de relatie tussen economie en wereld of mens en natuur is de laatste jaren geheel terecht steeds vaker op het voorplan gekomen. En dat maakt voor mij ook een wezenlijk deel uit van zo'n personalistisch perspectief. Maar het is wat mij betreft vooral op micro-economisch perspectief dat een personalistische visie zeer, zeer inspirerend is. In de verhouding tussen bedrijven, tussen werkgevers en werknemers, maar ook tussen werknemers onderling. De holistische benadering waarbij elke mens gerespecteerd moet worden in zijn of haar individuele waardigheid, maar tegelijk pas echt mens wordt in relatie tot de anderen, collega's bijvoorbeeld, biedt ook een bijzonder inspirerend kader voor een duurzaam relancebeleid op de arbeidsmarkt. Als we de motor van onze economie opnieuw op gang willen trekken, of we willen aan de gang houden. En als we onze arbeidsmarkt een zeer stevig elan willen geven, dan zullen we de talenten van elk individu moeten activeren. En elke werkgever zullen we meer dan ooit als mens moeten aanspreken, werkgever, werknemer, met eigen competenties, eigen vaardigheden
en ook een eigen groeipotentieel. Opleiden, opleiden, opleiden moet dan ook het motto van die relatie worden. Want alleen door mensen op te leiden, door competenties te ontwikkelen, door elk een werkbaar en zinvol werk te geven, kunnen we ervoor zorgen dat iedereen ook mee is. En om af te sluiten maak ik ook graag een zijsprong naar een van de dominante maatschappelijke denkers van dit moment, Yuval Harari. Iedereen kent hem ongetwijfeld. Voor Harari is niet alleen het individuele vermogen om zich aan te passen, maar vooral het collectieve vermogen om in grote verbanden samen te werken, een van de unieke evolutionaire troeven gebleken van de Homo sapiens. Voeg daar nog de kracht van de gemeenschappelijke, wervende verhalen aan toe en je hebt een bijzonder sterk recept voor een maatschappelijke relance. Als christendemocratisch minister van Economie is het mijn vaste overtuiging dat we de mensen in het spoor van de founding fathers van de EU zo'n inspirerend verhaal moeten kunnen bieden. Een verhaal van het ontwikkelen van individuele troeven en het verstevigen van collectieve belangen. Een verhaal van persoonlijke en professionele groei, van verantwoordelijkheid en engagement en van solidariteit en zingeving. Enkel zo kunnen we de socio-economische relance duurzaam maken. Dankjewel voor de prachtige uitnodiging. Ik wens jullie een heel vruchtbaar debat toe en ik kijk uit naar jullie bevindingen. Wij danken de minister langs deze weg voor haar videoboodschap die zeer goed aansloot bij wat Dries de Weer daarnet heeft gebracht. Onder meer het gemeenschapsbegrip heeft zij duidelijk nog eens beklemtoond. Het personalisme is natuurlijk niet zomaar een theoretisch kader of niet louter een theoretisch kader. Het vraagt ook om implementatie. Het vraagt erom om operationeel gemaakt te worden in de context van de bedrijfswereld. En daarom hebben wij een aantal sprekers uitgenodigd die daarvan kunnen getuigen van die implementatie eigenlijk in hun werk, in de context van hun bedrijf. En de eerste die we daar het woord willen geven nu is Erik Hendricks. Erik richtte samen met Geert van Overschelde Sylvester Productions op in 1993. Sylvester realiseert tot op de dag van vandaag, of realiseerde tot op de dag van vandaag, honderden tv-producties voor VRT, VTM en Nederlandse zenders. Heel verschillende genres van programma's voor een breed publiek werden zo gerealiseerd en de nadruk lag steeds op inhoudelijke en kwalitatieve programma's. Daarnaast realiseert Sylvester grote events en videoproducties. Sylvester was vanaf de start van het bedrijf geëngageerd in het project Gemeenschapseconomie. Erik Hendricks was jarenlang hoofd van de tv-afdeling en gedelegeerd bestuurder en nu is hij bestuurder en adviseur tv. Daarnaast is Erik Hendricks mee-initiatiefnemer van het project Logia, dat probeert om christenen actief te laten participeren in de algemene media. En Erik is supervisor van dat project. Erik, ik geef jou graag het woord en het publiek nodig ik graag uit om ook in de chat vragen te stellen tijdens de uiteenzetting van Erik. Die kunnen dan eventueel meteen aansluitend nog aan bod komen. Erik, het woord is aan jou. Goedemiddag iedereen, bedankt Stijn. Als ik hier wil vertellen over wat het voor mij als ondernemer betekent om de mens centraal te stellen in het bedrijfsleven, kan ik niet anders dan even teruggaan in de tijd. Want ik denk dat iedere mens in zijn leven keuzes maakt en ik heb die ook gemaakt. Ik was jong in de jaren 60. Die jaren hebben me heel sterk beïnvloed als jongere. Mei 68, de linkse bewegingen, de bevrijdingstheologie. Ik ging mee in betogingen, had sympathie voor Ramadan. Ik schopte tegen de schenen van de zelfstandigen en ondernemers in mijn familie en ik droomde ervan om revolutionair te worden. En de kapitalist was de vijand. Maar toen leerde ik een groep jonge christenen kennen die het evangelie heel serieus namen. Niet zozeer door erover te praten, maar door het vooral te leven. En leven in het leven van elke dag. Het waren jongeren van de Focolarenbeweging. Zinnen als, wat hebt gij aan de minste van de mijne gedaan? Hebt gij aan mij gedaan? En zoveel andere erg inspirerende woorden die je elke dag met vallen en opstaan kon beleven. En dat gaf een totaal andere dimensie aan mijn leven. En het werden boeiende jaren. Ik had het gevoel dat de revolutie zich elke dag van mijn leven afspeelde. Zo ontdekte ik ook dat de eerste christenen
een totaal vernieuwende keuze maakte. Ze hadden alles in gemeenschappelijk bezit. Een droom die, althans voor een periode, werkelijk werd. Maar het leek wel een utopie. En het experiment van de eerste christenen bleef niet duren. Ook al waren er in de loop der tijden vele nieuwe experimenten. Intussen had ik gestudeerd in de sociale richting en coördineerde ik 4 vormingscentra voor jongeren in Limburg. Ik ging daarna voor tv werken via een productiehuis. En in die jaren ontstond de idee van de gemeenschapseconomie. Chiara Lubich, de stichteres van de beweging, werd tijdens een bezoek aan de beweging in Brazilië in 1991 geconfronteerd met de gigantische kloof tussen arm en rijk en de structurele sociale ongelijkheid. En ze zegde onder andere: hoe kan je aan mensen over de liefde van God spreken als ze niet eens de kracht hebben om te luisteren? In gesprekken met leden van de beweging richtten ze de uitdaging aan ondernemers om er met hun manier van ondernemen toe bij te dragen dat er geen noodlijdenden meer zouden bestaan en te werken aan een andere cultuur van ondernemen. De principes zijn dat ondernemers er niet enkel voor zorgen om in continuïteit van het bedrijf te voorzien en te investeren, maar ook om een deel van hun winsten te delen met diegenen die lijden onder honger, kansarmoede en ongelijkheid. En dit niet in de vorm van aalmoezen, maar structureel. Daaruit ontstond de gemeenschapseconomie. Ze wil namelijk investeren in de vorming van mensen die zich de cultuur van het geven en van de wederzijdsheid willen eigen maken, om zo bij te dragen aan een humane samenleving. Ik was meteen gewonnen. Vooral de idee dat deze manier van ondernemen een totaal andere manier van ondernemen is, die een enorme impact heeft op alle aspecten van het ondernemerschap, sprak me enorm aan. En het motiveerde me om de sprong te wagen. En samen met Geert van Overschelde, die ik in het productiehuis waar we werkten had leren kennen, richten we ons tv-productiehuis Sylvester op. Heel kort enkele concrete cijfers. We zijn gestart in 1993, in het begin vooral als tv-productiehuis. Daarna volgden events en video. Er zijn een 25-tal medewerkers. En de laatste jaren realiseren we een omzet van ongeveer 6 miljoen euro. Ik hoef u niet te vertellen dat de coronacrisis ons bedrijf sterk raakt, gezien de eventsector, nu de sterkste tak van het bedrijf, heel erg getroffen wordt. Maar het bedrijf heeft ook heel snel wegen gevonden naar de digitale events, in verschillende vormen. Maar terug naar de gemeenschapseconomie in ons bedrijf. Zoals ik zegde, is het een totaalbeleving die zich op alle aspecten van het ondernemerschap richt. Op de eerste plaats de medewerkers. Hen zien als mens en niet als een instrument dat je gebruikt en die je ook zomaar kan veranderen. Dat je naar hen kijkt met hun verlangens, hun gezin, hun pijn en zo verder. Het kan soms tijdverlies lijken om lang te praten met iemand die een probleem heeft met haar zieke moeder, maar ik heb geleerd dat dit soort houding je bedrijf enorm vooruitbrengt. Ik heb mensen boven zichzelf zien uitgroeien, door hun motivatie, hun werkelijk geëngageerd zijn voor ons bedrijf, door de sfeer in het bedrijf. En soms zijn andere capaciteiten bij medewerkers die misschien minder talent hebben ook belangrijk, zoals kunnen samenwerken of een team vormen. En de waardering is essentieel. Ook de moeilijke momenten zijn belangrijk. Tot en met het ontslag geven aan iemand kan een moment zijn dat een zekere waarde heeft. Ik heb ontslaggesprekken gehad waarbij ik echt probeerde de mens op de eerste plaats te zien, waarbij we uiteindelijk tot een echte relatie kwamen. Met de meesten die bij ons vertrokken zijn, heb ik trouwens een heel hartelijke relatie. Het verbazende van die omgang met medewerkers is dat het, hoewel het soms tijdverlies lijkt, ook economisch oplevert. Het engagement en de groepsdynamiek zijn zo sterk dat dit ook leidt naar een grotere rentabiliteit. Dat is geen droom, dat is een vaststelling. Ook in onze relatie met onze klanten is deze manier van werken belangrijk. De tv-zender waarvoor je een programma maakt of het bedrijf waarvoor je een event doet, bekijken als de klant waaraan je probeert te leveren, wat ze verlangen en dat ietsje meer is daarom ons uitgangspunt. Zo herinner ik me een acteur die een belangrijke rol moest spelen voor een fictiereeks. Voor de zender was het heel belangrijk dat die bepaalde acteur dat zou doen. Maar om allerlei redenen twijfelde hij. Ik ben dan een ganse namiddag bij hem gaan praten. Niet om hem te overtuigen, maar om een open gesprek te hebben van mens tot mens.
en het werd een open gesprek over zijn twijfels, over de druk in het vak, keuzes maken in het leven. Ik stelde me vooraf open voor welke keuze de acteur ook zou maken. Uiteindelijk zei hij toe en de verantwoordelijke van de zender was vooral blij dat ik het zo had aangepakt. En voor mij vind ik die motivatie in dat basisidee van de gemeenschapseconomie. Geven is belangrijker dan nemen. Nog een voorbeeld. Van in het begin vonden we het belangrijk om ook een relatie van respect op te bouwen met de mensen die we gebruiken voor onze tv-programma's. Acteurs, technici enzovoort. Maar ook de mensen die we interviewen bijvoorbeeld. Jullie weten dat je met een interview alles kan doen. Je kan laten zeggen wat je graag wil en je kan via montage iemand eigenlijk het omgekeerde laten zeggen dan wat die persoon eigenlijk wilde zeggen. Enkele jaren geleden werkten we aan een reportageprogramma en de presentatrice merkte dat we belang hechten aan dat respect. En ze zeiden me, maar hoe komt het dat hier die sfeer hangt? We hebben erop een aantal workshops ingericht om dat uit te klaren en ook onder woorden te brengen. En dat deden we met onze, meestal jonge redacteurs en ook met die presentatrice. Voor mij was het belangrijk om deze cultuur van het geven ook onder woorden te laten brengen door mensen die helemaal niet gelovig zijn, dus op hun eigen manier en volgens hun eigen overtuiging. En de uitkomst vond ik schitterend. We spraken namelijk de volgende regel af. Elke persoon die we interviewen of die we volgen voor een reportage of die deelneemt aan een spelprogramma of wat dan ook, moeten we na de opnames en na de uitzending nog recht in de ogen durven en kunnen kijken. Lukte dat altijd? Nee, dat lukte zeker niet altijd. Maar ik was blij dat we die idee van de cultuur van het geven, je zou kunnen zeggen, deze personalistische waarden onder woorden konden brengen en als doelstelling samen formuleerden. Ik wil nog kort iets zeggen over hoe we die cultuur van het geven ook in onze programma's die we realiseren proberen te verwerken. In die zin dat we ook altijd inhoudelijke kwaliteit nastreven. Ik geef enkele voorbeelden. Generatie K was een reeks voor Ketnet over kinderrechten met Christel Verbeke. Geen gemakkelijk onderwerp, een beetje saai voor kinderen. Daarom werkten we een idee uit met verborgen camera waarbij kinderen gefilmd werden in kritische situaties en waarin ze de keuze moesten maken om op te komen voor hun eigen, maar ook voor de rechten van anderen. En het werd een zeer kwalitatief en spannend programma, met hoge kijkcijfers, altijd belangrijk voor de zender, maar ook met een zeer hoge appreciatie. Maar het sterke voor mij was ook dat we merkten dat ondanks alle signalen in de media, dat werkelijk heel veel kinderen opkomen voor anderen, voor zwakkeren, tegen racisme enzovoort. De reeks Mijn Moeder, Mijn Vader, een reeks waarin we een aantal jaren geleden met bekende figuren 2 dagen lieten samen zijn met hun vader of moeder. Van premier Martens en zijn dochter tot Willem Vermanderen en zijn moeder. Van zanger Daan en zijn vader tot Abu Djadja en zijn vader. En vele anderen. De kwaliteitsvolle gesprekken die reeks opleverden en die gingen over de echt essentiële zaken in het leven. Het verlies van een kind, een gebroken relatie, de liefde voor de ouders door alles heen. Leverde sterke tv op waarmee we het verschil konden maken. Er zijn er vele van deze. De fictiereeks Gevoel voor Tumor van vorig jaar bijvoorbeeld, of de reeks Dag Sinterklaas en de intrede van de Sint, zijn programma's die we heel graag realiseren. De verdienste van Dag Sinterklaas ligt volledig bij de scenarist Hugo Matthijssen, maar in al die jaren hebben we ervaren dat we samen een kwalitatieve bijdrage kunnen leveren. Ten slotte nog dit. Lukt dit altijd? Verre van. Geert en ik hebben ook de keuze gemaakt voor de gemeenschapseconomie om te delen. Hoewel we niet rijk geworden zijn, vele moeilijkheden doorworsteld hebben, enkele crisisjaren meegemaakt hebben, hebben we toch ook regelmatig financieel kunnen delen in de gemeenschapseconomie, zij het beperkt. En dat geeft een enorme bijkomende stimulans. Weten dat een deel van je winst structureel gaat, als ondernemer tenminste, structureel gaat naar projecten die armoede bestrijden of die bijdrage leveren aan de vorming tot de cultuur van het geven, of die jonge ondernemers ondersteunt in Afrika om ook in deze geest van de gemeenschapseconomie een bedrijf op te starten en te zien na enkele jaren dat dit ook werkt en dat het nieuwe initiatieven doet ontstaan, dat geeft hoop en voldoening. De regelmatige uitwisselingen en congressen met ondernemers die in die zin werken zijn ook heel belangrijk. Het stimuleert ook die goesting.
Intussen zijn er wereldwijd meer dan 800 kleine, maar ook grote ondernemers die er deel van uitmaken. Intussen zeker niet meer enkel christenen, maar ook moslims en niet-gelovigen. En ik wil eindigen met dit. Paus Franciscus vind ik een erg inspirerende figuur op dit ogenblik. Op dit terrein, maar ook op het vlak van de klimaatbeheersing. Hij sprak in 2017 tot meer dan 1000 ondernemers die deelnamen aan een congres van de gemeenschapseconomie. Hij beaamde daar onder andere dat de efficiëntste manier om ervoor te zorgen dat de winst geen afgod wordt, is ze met anderen te delen. En dan vooral met armen of met jongeren, zodat ze kunnen studeren of werken. En zijn initiatief van de Economy of Francesco, dat binnenkort zal doorgaan als corona het toelaat, met jongeren in Assise en waaraan ook Vlaamse jongeren deelnemen, is een erg hoopvol initiatief waar ook de gemeenschapseconomie volop aan meewerkt. Zo, dank u wel. Hartelijk dank, Erik, voor jouw toch wel persoonlijke getuigenis en jouw getuigenis over hoe je met de principes van het personalisme in jouw professionele context bent omgegaan. Dat was zeer duidelijk en rijk van inhoud. Zoals gezegd, zouden we even aandacht ook besteden aan een paar vragen uit het publiek. En daar is bijvoorbeeld, je kan de vragen ook meelezen, Erik, in de chatfunctie. Daar is de vraag van Lucie Evers. En die gaat over de gemeenschapseconomie. Is het niet even belangrijk de eigen processen duurzamer en sociaal duurzaam te maken om tot winst te komen, vooraleer winst te delen? Dus over die sociale duurzaamheid heb je het eigenlijk al wel gehad, denk ik, de manier waarop je met je mensen omgaat. Maar misschien kan je in het algemeen daar nog iets over zeggen, over dat principe van de gemeenschapseconomie om winsten te delen. Achteraf wordt hier gezegd, je moet ook die andere aspecten misschien in rekening brengen. Ja. Ja, ik heb de vraag niet heel goed begrepen, maar het is natuurlijk, zoals ik gezegd heb, is de gemeenschapseconomie niet alleen een kwestie van winsten delen. En dat sprak mij ook enorm aan. Het is een totaal visie op een andere manier van ondernemen. Je gaat alle aspecten van het ondernemerschap op een andere manier bekijken. En zoals ik gezegd heb, collega's, partners, zelfs concurrenten, klanten enzovoort. En dat aspect vooral sprak mij aan, gecombineerd natuurlijk met toch altijd ook dat aspect van delen. Omdat, zoals de paus zegt, ja, hij noemt dat de afgod, hè, het geld, maar toch is dat altijd de moeilijkste knoop om door te haken. Te zeggen, als je na moeilijke jaren toch weer eens winst maakt, om te zeggen, en toch gaan we daar een deel voor afstaan, structureel. Voilà. Ik weet niet of dat een antwoord is, maar het is wel ook een belangrijk aspect, in elk geval voor mij altijd geweest. Oké, dankjewel. En dan is er nog een vraag van Jo van de Weert. Hoe waak je erover als bedrijfsleider dat je de aandacht voor de medewerkers niet gebruikt om uiteindelijk de economische winst te verhogen, dat aandacht voor de medewerkers window dressing wordt? Een beetje zoals SRE investing of ESG goals enzovoort soms ook gebruikt worden om bepaalde financiële producten te verkopen, zeg maar. Maar ondertussen gaat er soms een onderliggende logica van winstbejag nog, gaat eigenlijk nog, kan nog verder gaan. Window dressing, dat is de vraag. Ja. Dat is zo. Dat is absoluut een gevaar. Ik heb ook gezegd, denk ik, als ik sprak, wij proberen dat op een bepaalde manier ondernemer te zijn. We lukken daar ook niet altijd in. En soms is er ook het gevaar om daar plots dan toch weer aan voorbij te gaan. Als je in een conflict zit met een werknemer, een collega, dan heb je al die elementen die ik daar straks gezegd heb, zijn dan plots verdwenen. Hè? Want je blijft een mens. Maar het feit dat wij regelmatig met elkaar over spreken en geconfronteerd worden met elkaar, ik bedoel dan ook andere ondernemers die in die zin willen werken, brengt u telkens wel terug de kern van de zaak. Wil ik dat? En ik heb het voorbeeld aangehaald van zo'n ontslaggesprek. Ik heb er mij altijd gezorgd dat ik op dat moment alle moeilijkheden probeerde opzij te zetten en te kijken naar die mens op de eerste plaats. En dat is iets wat toch wel, dat kan je niet blijven volhouden. Ik kan het zo heel eenvoudig zeggen. Dat altijd mensen gebruiken, dat kan je niet blijven volhouden. En dat voelen mensen op den duur ook. Mensen voelen heel goed aan of je hen werkelijk waardeert als mens of niet. En ik denk dat het daarover gaat. Ja.
Oké, dat is een heel duidelijk antwoord. Erik, er is nog een laatste vraag in de chat die je misschien even kan behandelen. Dat is de vraag van Jeroen Diels. Kan je een concreet voorbeeld noemen van die initiatieven van delen eigenlijk, of die praktijk van delen? Projecten bijvoorbeeld. Ja, wij geven dat aan het secretariaat van de gemeenschapseconomie. Dat is een secretariaat in elk land die dat op hun beurt weer delen met een internationaal organisatie, AMU, NGO AMU. Maar ik kan een concreet voorbeeld geven omdat ik het zelf bezocht heb. Dat was een project dat nog altijd bestaat in Congo, waarbij kinderen die niet in staat waren, waarvan de ouders niet in staat waren om de school te betalen, omdat de school zij daar zelf moeten betalen in Kinshasa, dus eigenlijk die anders op straat zouden leven, die worden daar opgevangen, zolang als die ouders die school niet kunnen betalen. En dat soort dingen. Maar niet alleen werken die scholen met dat soort leerlingen, maar die proberen ook die mentaliteit van wederzijdsheid daarin te voegen. En dat heeft ongelooflijke resultaten. Vele van die kinderen slagen na verloop van tijd, en dankzij die gemeenschapseconomie, waar ze ook een maaltijd krijgen elke dag en zo, erin om toch naar het onderwijs te gaan en daar ook resultaten halen. En vele van die kinderen die intussen jonger geworden zijn, zijn ook sociaal actief, op allerlei terreinen in de samenleving, zelfs ook op politiek terrein in Congo. Ja. Dankjewel, Erik. Dat respect voor werknemers, voor mensen met wie je samenwerkt in allerlei opdrachten enzovoort, daar kan de volgende spreker zeker ook iets over zeggen, en dat is mevrouw Ingrid Verduin. Dus ik stel ze graag eventjes aan u voor. Ingrid Verduin startte haar loopbaan als kantoorverantwoordelijke en later regiomanager bij Greg Interim. Daarna richtte ze samen met drie venoten zelf een uitzendonderneming op en werd zo algemeen directeur van Plus Uitzendkrachten. En bij Plus Uitzendkrachten stond zeker ook maatschappelijke impact zeer centraal. En die uitzendkrachten zelf werden als echte partners ook gehonoreerd in de werkcontext van het bedrijf. Na verkoop van dat bedrijf richtte Verduin geruime tijd later het bedrijf WAW op, W-A-W. Dat is meteen, dus dat is het bedrijf waar ze dadelijk ook over zal getuigen, neem ik aan. Dus in de werking van WAW wordt duidelijk ook aandacht gegeven aan moeilijk plaatsbare jongeren, aan kwetsbare jongeren, om hen te begeleiden naar een volwaardige job, zodat ze hun leven weer op de rails kunnen zetten. Dat is maar één van de insteken van het bedrijf. Naast deze toch wel indrukwekkende beroepscarrière is mevrouw Verduin ook betrokken, zoals al gezegd eerder deze namiddag, als bestuurder bij SPES, Forum voor Spiritualiteit in Economie en Samenleving, en ook als lid van de Algemene Vergadering actief bij EMINO, een gespecialiseerde opleider en begeleider voor mensen met een arbeidsbeperking. Mevrouw Verduin, ik vraag het woord aan u. Dank u wel om hier bij ons te zijn. Dankjewel allemaal. Bedankt voor dit forum. Nu, als de coronacrisis ons één zaak heeft duidelijk gemaakt tot nu toe, dan is het wel dat wij er samen voor moeten zorgen dat we persoonlijk het virus overleven. Alleen lukt het niet. De politiek kan het niet alleen, experts al evenmin. We moeten dus samenwerken om niet alleen onszelf, maar ook de anderen te beschermen. En natuurlijk in eerste instantie vooral de meest kwetsbare mensen. Rechten van elke persoon die staan voorop. Ongeacht discriminerende factoren zoals leeftijd. En dit zonder het belang van de gemeenschap uit het oog te verliezen. We kijken dus best naar daar waar de persoon en de gemeenschap dezelfde belangen hebben. Naar de doorsnede van de belangen dus. Dat is de basis ook van een personalistische samenleving, als ik meneer De Weer daar straks goed gevolgd heb. Nu zelf leerde ik het personalisme kennen enkele jaren geleden via SPES. Dat is dus de VZW die zich engageert om spiritualiteit in economie en samenleving aan te moedigen. Nu, het personalisme, dat bleek een filosofie of een stroming te zijn
die naadloos aansluit op mijn visie op ondernemen. En je mag die best wel wat apart noemen, precies omwille van die personalistische waarden, zoals solidariteit via participatief ondernemen, engagement en verantwoordelijkheid voor de gemeenschap, persoonlijke en professionele groei van de persoon en last but not least zingeving als bron, als echt essentie van het ondernemen. Nu, ik kreeg voor dit congres een aantal vragen voorgeschoteld, zoals wat kunnen deze waarden betekenen voor het bedrijfsleven? Hoe ga je daar als CEO mee aan de slag? Is het moeilijk en wat zijn de uitdagingen? En ook, waar komt de inspiratie vandaan? Nu, ik ga op de vragen antwoorden door kort het verhaal een beetje te vertellen, wat niet zo evident is, op 10 minuten. Nu wou ik eigenlijk eerst een vraag aan jullie stellen, maar ik denk dat ik daar enige technische assistentie voor nodig heb. Ik wou graag een woordwolk maken door jullie de vraag te stellen. Aan wat denken jullie als jullie het woord werknemerscoöperatieven horen? Ik weet alleen niet. Ah, voilà. Er is dus een QR-code verschenen. Jullie kunnen daarop klikken en dan zouden jullie in de chat moeten terechtkomen. Als ik eventjes mag toevoegen, in de chat staat inderdaad een link. Jullie kunnen daarop klikken, dan opent zich een webpagina en daar kunnen jullie 3 woorden invullen. Die woorden krijgen jullie straks te zien in een woordenboek. Super, dankjewel Nienke. Ik ben heel benieuwd welke woorden zo spontaan bij jullie naar boven komen. Nu, ik vraag dat omdat ik bij het allereerste gesprek, dat ging over de oprichting van ons bedrijf, ik tegen mijn toekomstige vennoot zei, ik wil een werknemerscoöperatieve. En zijn antwoord was, ik ben geen communist. Nu, ik ben dus benieuwd naar jullie antwoorden, hè. Nu, desalniettemin ben ik samen met die persoon, dat is Paul Gréant, hè, van start gegaan en zij in 2015 met de zaak WOW begonnen. Nu, ik ga jullie daar iets meer over vertellen. WOW, dat is de afkorting van We and Work. De We, in onze naam, de eerste W dus, die staat voor wie we zijn. We zijn dus een werknemerscoöperatieve en wij werken voor klanten, voor onze kandidaten, maar eigenlijk ook voor de hele grote gemeenschap. De work in onze naam, ja, dat is heel eenvoudig natuurlijk wat we doen. Hè. We zijn professionals in werving en selectie, in uitzendarbeid, in projectsourcing. We doen aan coaching en ontwikkeling en zo meer. Nu, dat is een hypercommerciële en ook een hyperconcurrentiële business met heel veel impact. Want onze marktleider bijvoorbeeld is de grootste privé-werkgever in België. Nu, de link tussen onze vennootschap en het personalisme is uiteraard onze vennootschapsstructuur, maar evenzeer, kijk eens aan, engagement, betrokkenheid, allemaal fantastische woorden. Dank u wel, ik ga daar iets mee doen. Nu, ik ga even voor. Dus ja, de link tussen onze vennootschap en het personalisme is natuurlijk onze structuur, maar evenzeer onze visie en onze missie die uitgesproken idealistisch zijn. Hè. Daar kom ik later op terug. Eerst een warm pleidooi voor coöperatief ondernemen. Nu, heel veel voorbeelden van werknemerscoöperaties in België zijn er niet. Je vindt ze voornamelijk in de non-profit wereld. Dus kunt je de vraag stellen, waarom zijn jullie in die hyperconcurrentiële en commerciële wereld dan toch met zo'n structuur begonnen? Nu, ik had daar heel veel jaren al over nagedacht. En eigenlijk de belangrijkste reden is dat je met een werknemerscoöperatieve automatisch geneigd bent om te delen. Delen dus. Een onderneming zonder mensen bestaat gelukkig
nog niet. Het zijn altijd mensen die het waarmaken. En wij willen alles delen, dus niet alleen ons harde werk en onze zorgen soms, maar ook onze successen en uiteindelijk ook opbrengsten. Waar in een klassieke organisatie de winst en de meerwaarde naar een beperkte club van aandeelhouders gaat, hetzij of via de beurs naar zeer vele en vaak institutionele beleggers, hè, gaat bij WOW de winst terug naar zij die de winst gerealiseerd hebben, namelijk de werknemers. Wij vinden dat fair. Wij geloven dat een herverdeling van middelen bijdraagt aan een meer rechtvaardige wereld. En een meer rechtvaardige wereld zal ervoor zorgen dat meer mensen de kans krijgen op een beter leven. Bijvoorbeeld door een job te vinden. En zo zijn we meteen bij de visie van onze onderneming beland. Nu, een ander voordeel van een werknemerscoöperatieve is georganiseerde inspraak via een democratische besluitvorming. Dat klinkt nogal moeilijk. Ik ga even verder in de slides. Voilà, inspraak. Elke aandeelhouder heeft een stem bij ons, ongeacht het aantal aandelen die persoon heeft. En het idee daarachter is dat het immers niet noodzakelijk de meest kapitaalkrachtige medewerkers zijn die de slimste zijn. Ook die jonge twintiger bij ons die een aandeel op afbetaling kocht, heeft waardevolle en creatieve ideeën in te brengen. En zijn stem heeft dus evenveel gewicht als mijn stem of die van Paul. Dus wij hebben dan bij WOW de gewoonte om eigenlijk alle strategische beslissingen grondig voor te bereiden in de raad van bestuur. Maar dan ja, heel de discussie en als het nodig is ook de stemming in de groep te smijten. Dus eigenlijk al onze medewerkers, aandeelhouders gaan mee beslissen. Natuurlijk verliezen wij daarmee tijd. Dat is evident. Maar de tijd die we kwijtspelen, die gaan wij dubbel en dik terugwinnen door een aantal zaken. Ten eerste, de beslissingen die genomen zijn, zijn door iedereen genomen en zijn dus gedragen door iedereen. Wij hebben dus weinig tijd nodig achteraf voor communicatie en moeilijke implementatie enzovoort. Hè. De beslissingen zijn helder en duidelijk voor iedereen. En iedereen heeft zijn punt kunnen maken. Er is geluisterd naar iedereen. Hè. Wij komen op die manier ook tot betere beslissingen. Wij hebben als oprichters eigenlijk ja, ferme keuzes gemaakt van in het begin. Hè. Niet alleen door te werken met dit beslissingssysteem van één aandeelhouder en één stem, maar ook door ons te beperken in aantal aandelen die dan bovendien nog eens verwateren. Dom, 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 oordeelde een collega-ondernemer. Beetje meewarig. Wel, het is maar hoe je het bekijkt. En welke doelen je in je leven hebt als mens. Hè? Een mens combineert immers heel verschillende doelen. Dat zijn economisch, financiële doelen, sociale doelen, culturele doelen, relationele doelen. We weten nu hoe moeilijk het is hè, om afstand te houden, maatschappelijke doelen enzovoort. Hè. De meeste mensen hebben daar een mix van doelstellingen. De vraag is natuurlijk, welke doelen vind je voor jezelf de belangrijkste? Voor u, hè, als persoon. Wat gaat primeren? En hoe gaat je op basis daarvan je keuzes maken? Nu, onze manier van werken engageert iedereen, ongeacht zijn functie. En die manier van werken rekt ook onze mensen, want aandeelhouderschap impliceert verantwoordelijkheid en beslissingsmacht. En daarvoor moet je jezelf ontwikkelen. Uiteraard is bij WOW alles transparant hè, en heeft elke medewerker toegang tot cijfers. En dat is niet evident. Heel veel
aandacht gaat bij ons dan ook naar opleiding, coaching van onze medewerkers. Wij steken best veel tijd in begeleiding. Hè. Bovendien delen we het leiderschap via zelfsturende teams, maar dat is eigenlijk een thema of een workshop apart. Nu had ik nog eens een vraag voor jullie. Een vraag die me heel vaak wordt gesteld. En dat is, of een stelling is het eigenlijk, hè. Zo'n werknemerscoöperatie, wel, dat kan alleen maar in een klein bedrijf. Het is een ja of nee vraag, dus jullie kunnen gewoon ja of nee stemmen. Ik wil er achteraf ook mijn visie op geven. Ik ben benieuwd naar jullie idee. Nu, coöperatief ondernemen was voor mij persoonlijk echt een droom. Ik wou dat 25 jaar geleden al, maar toen waren de geesten daar echt nog niet rijp voor. Maar toegegeven, het is slechts een manier van ondernemen die op zich weinig zegt over de maatschappelijke toegevoegde waarde van de onderneming. Die zit hem op een ander terrein. Ah, kijk. Een duidelijke voorkeur voor nee, buiten geen reactie. Dank u wel. In eerste instantie zijn wij eigenlijk op zoek naar zinvol werk. Wij willen iets doen dat ergens toe leidt, dat bijdraagt. Hè. Werk dat iets goeds doet, dat iets goeds brengt voor de gemeenschap en waar we uiteraard zelf ook beter van kunnen worden. Opnieuw de doorsnede van belangen. We gaan voor meer dan solidariteit binnen onze eigen gemeenschap, onze eigen organisatie. Want WOW heeft echt een idealistische visie en missie. Ik zal ze kort vertellen. Wel, wij dromen om ooit op een dag wakker te worden in een wereld waar iedereen kans heeft op een job die aansluit bij zijn talent. Een mooie droom die helaas veraf is, want de realiteit is bikkelhard. Dagelijks worden wij geconfronteerd met de paradox van de arbeidsmarkt. En de paradox is de volgende. Vorig jaar waren er meer dan 1 miljoen vacatures in België. En wel 400.000 uitkeringsgerechtigde werklozen. Dat is dus een enorme mismatch. En die wordt versterkt door de filters die talent onzichtbaar maken. Arbeidsbelemmerende filters. Te oud, te jong, te hoog opgeleid, te laag opgeleid, te veel ervaring, te weinig ervaring, misschien te exotisch en weet ik wat voor allemaal. Nu vandaag, door de huidige crisis, wordt die paradox alleen maar scherper. Want werk voor hoogopgeleide zal er altijd wel zijn. Nu, wij vechten tegen deze filters door onze partners heel specifiek op te leiden en te trainen en kandidaten vanuit hun sterktes in die markt te zetten. Wij gebruiken daar verschillende methodes voor. Maar wij gaan nog een heel stapje verder. Alle coöperanten kwamen overeen om 1/3 van onze winst te gaan investeren in ons sociaal tewerkstellingsproject Make It Work. Nu, dat is een sociaal tewerkstellingsproject voor jongeren die foute keuzes hebben gemaakt in hun jonge leven, maar die nu vast van plan zijn om hun leven terug op de rails te krijgen. Het zijn jongeren die heel veel arbeidsbelemmerende filters combineren, want en ze zijn jong en ze hebben geen ervaring, ze hebben helemaal geen diploma of opleiding enzovoort. En bovendien hebben ze die zwarte filter van feitenplegers. Niemand is op zoek naar zo iemand. Niemand wil die. En toch hebben ook zij een kans nodig. Iemand of een organisatie die in hen gelooft. Die gelooft dat ook zij het kunnen waarmaken. Nu, wij werken voor dit project samen voornamelijk eigenlijk met de jeugdrechters en hun entourage, de justitiehuizen en een aantal VZW's onder de koepel van Emmaüs in Antwerpen bijvoorbeeld, die voor die toeleiding zorgt. We gaan dan aan de slag met de jongeren, we gaan die trainen, arbeidsmarkt klaarmaken, zodanig dat wij die dan in ons businessnetwerk gaan kunnen bemiddelen echt op de arbeidsmarkt. En dat is eigenlijk onze manier
om die idealistische visie die we hebben toch voor 100% te kunnen waarmaken. Nu, coöperatief ondernemen voor het goed van de gemeenschap mag je, wat mij betreft, gerust personalistisch ondernemen noemen. Mijn persoonlijke inspiratie vloeit voort uit mijn christelijke achtergrond en mijn klassieke opleiding. Mijn christelijke roeping is eigenlijk heel eenvoudig. Neem voor de kwetsbaren. En wees dus open en empathisch. Dat zijn natuurlijk uitgesproken klassieke Europese waarden. Europa of Europa in het Oud-Grieks komt etymologisch van oeros ops, ogen wijd open. Of zeg maar open-minded. En hier opnieuw, wees open en empathisch. En in Europa natuurlijk zoveel mogelijk democratisch. Nu, gemakkelijk is ondernemen nooit. En al zeker niet als je heel veel meer doet voor de gemeenschap dan je concurrenten. Want je zit hierdoor eigenlijk met een concurrentieel nadeel. Maar het voordeel van zinvol werk te doen compenseert dat voor ons heel ruimschoots. Het kan. En dat is hoopvol. En nee, het is niet moeilijk om elke dag inspanningen te leveren, omdat je weet dat wat je doet geen druppel op een hete plaat is. Als wij een ingenieur aan een job helpen, dan klinkt er applaus. Want daarmee verdienen wij ons geld. Maar als wij een jongere uit ons Make It Work project aan een job helpen, dan klinkt er gejuich. Want dan hebben we echt iets goed gedaan. Dank u wel. Bedankt, mevrouw Verduin. Zeer sterk getuigenis en sterke woorden om die getuigenis ook te beëindigen. Heel mooi visueel ook gepresenteerd. Dank je wel daarvoor. Als ik zo de verhalen van vanmiddag beluister, dan klinkt daar iets gemeenschappelijks in door. Iets wat mij doet denken aan die klassieke formulering van een bekend filosoof, namelijk Immanuel Kant. De klassieke formulering van die categorische imperatief. Beschouw de mens, de werknemer, de uitzendkracht. Vul in welke hoedanigheid je wil. Niet louter als middel, maar steeds ook als een doel op zich. En deze wijze woorden van Immanuel Kant brengen ons naadloos bij de volgende spreker. Dat is namelijk een filosoof, professor emeritus Luc Boucaert, emeritus sinds 2002, emeritus hoogleraar ethiek aan de Katholieke Universiteit Leuven. En in die hoedanigheid kent hij natuurlijk Kant ook zeer goed. Hij is filosoof en econoom van vorming. Zijn onderzoek en vele publicaties situeren zich vooral op het terrein van bedrijfsethiek en spiritualiteit. Met enkele collega's startte hij in 1987 het Interdisciplinaire Centrum voor Economie en Ethiek op te Leuven. In 2000 stichtte hij het SPES-forum, een lokaal en internationaal netwerk dat zich dus inzet voor spirituele herbronning in economie en samenleving. Hij is ook jarenlang actief geweest als ethisch adviseur van Unizo. En een recente publicatie van hem is Kies voor hoop. Hoe spiritualiteit de economie verandert. Luc, graag het woord aan jou en ook een uitnodiging. Plaats gerust ook een kritische kanttekening bij de titel van vandaag met jouw uiteenzetting. Dankjewel. Geachte onzichtbare toehoorders, ja, een goede namiddag. In mijn bijdrage wil ik nadenken over de verbinding tussen personalisme en ecologie. Dat is zo'n beetje een van die vergeten dimensies waar Dries in zijn inleiding, denk ik, naar verwees. En die verbinding tussen personalisme en ecologie is absoluut niet evident. Want historisch gezien heeft het personalisme wel een heel sterke sociale filosofie ontwikkeld, maar naar mijn gevoel een heel zwakke ecologische filosofie. Om dat een beetje te illustreren, zo heeft bijvoorbeeld het Rijnlandmodel van de sociale markteconomie wel veel bijgedragen tot een succesvolle economische groei en ook sociale herverdeling en welvaart. Maar het is ook mee oorzaak van de ecologische roofbouw van onze planeet.
ook de idee van de mens centraal als kern van het personalisme is erg dubbelzinnig. Enerzijds verwoordt het wel het verzet van personalisten tegen de verdrukking van de mens in allerlei ideologische en politieke systemen. Maar anderzijds is juist het antropocentrisme mede oorzaak van de moderne vervreemding van de natuur en van de ecologische crisis. Dus de verbinding is problematisch. En ik geloof vandaag, met velen trouwens, dat we een gecorrigeerd of een ander personalisme nodig hebben dat de mens decentraliseert en de verbinding met de natuur herstelt. En hoe kan die herbronning in de richting van een ecopersonalisme gebeuren? En ik ga dat proberen wat uiteen te zetten in 4 stappen. Voor eerst het bewustzijn moet gecultiveerd worden dat er een mentale shift nodig is. Dan een herbronning van de tweede stap, een herbronning van de persoon. Wat ik samenvat in een uitdrukking van Satish Kumar, dat is de bezieler van het Schumacher College, van ego naar eco-self. Dan een derde stap, een personalistische visie op de natuur. En tenslotte een alternatief, een aanbod of het zoeken naar een alternatief voor het groene kapitalisme. Ik voorzie zo 3 minuten per punt. Het zijn dus toch maar enkele gedachtenflitsen. Eerste punt. Er zijn geen andere plaatjes. Je zult het met mijn gezicht moeten stellen. Eerste stap, de noodzaak van een mentale shift. Voor zover er vandaag sprake is van personalisme, wordt het meestal gepercipieerd als een soort filosofie van de middenpositie. Dat is ook uit het verhaal van Dries naar voren gekomen, de derde weg. De middenpositie zoekt in alles het midden tussen individu en collectief, tussen markt en overheid, tussen links en rechts, tussen liberalisme en socialisme enzovoort. De waardering van het middenveld is natuurlijk een belangrijke zaak en daarin heeft personalisme echt grote verdiensten. Maar de vraag is of zo'n politiek van het midden, van de grootste gemene deler, zoals we die bijvoorbeeld vandaag in het Vivaldi-project zien gestalte krijgen, of die een voldoende antwoord biedt op de diepere crisisfenomenen in onze samenleving. En met diepere crisisfenomenen bedoel ik onder meer het virus van de geestelijke burn-outs, de brutale opmars van zowel het individualisme als van het collectief eigenbelang. Dat gebeurt vooral via die sociale media en de populistische politieke campagnes. En dan, meest uitgesproken, de confrontatie met de ecologische crisisfenomenen, zoals de klimaatproblematiek en zoals ook eigenlijk de coronacrisis. Ik denk, er zijn veel correcties in het systeem, maar de vraag is of er niet een verandering van het systeem nodig is. Mounier, de bezieler van het personalisme in de jaren 30 van vorige eeuw, schrijft tijdens deze crisis een zin die mij altijd erg getroffen heeft. Onze crisis, schrijft hij, is tegelijk een economische en een spirituele crisis, een crisis van structuren en een crisis van de mens. Wij moeten echter verder gaan dan wat de dichter Pigy beweert. De revolutie, die nodig is, zal ethisch zijn of ze zal niet zijn. Wij beweren, zegt Mounier, de ethische revolutie zal economisch zijn of ze zal niet zijn. De jonge Mounier en zijn compagnon Robespierre wilden een spirituele revolutie, zeg maar een mentale shift, op gang trekken als antwoord op de beschavingscrisis van hun tijd, van de jaren 30. Het originele in hun inzicht was dat de economie daarin een sleutelrol moest nemen.
In feite is dat eigenlijk een marxistisch basisinzicht. Verander de economie en je verandert de samenleving. De noodzaak van die spirituele revolutie moest dus in het sociaal-economisch weefsel wortels schieten. Of anders zou er niet veel veranderen. Dat was de idee. En ik kom daar straks nog even op terug. Tweede stap in het proces is de herbronning van de persoon. De kernidee van het oorspronkelijke personalisme is niet zozeer misschien de mens centraal, maar wel terug naar de mens als persoon. En ook die terugkeer naar de persoon moet genuanceerd worden. Het is niet zozeer de abstracte vraag, wat is een persoon, die ons moet bezighouden, die de personalist als leidraad moet hebben. Die abstracte vraag leidt immers te veel naar een filosofisch, juridisch of sociologisch discours over de persoon. De startvraag, denk ik, van het levende personalisme is de vraag: wie ben ik als persoon? Wat is mijn verantwoordelijkheid als persoon? Alleen ikzelf en niemand anders kan eigenlijk op die vraag een antwoord geven. Begin dus niet met de opsomming van allerlei universele rechten en kenmerken van een abstract individu, maar start met een directe ervaring van wie ik ben als persoon of wie ik wil zijn als persoon. Søren Kierkegaard, de vader van het radicaal personalistisch existentialisme, de Deense filosoof, ik geef een citaat van hem, kort, om die gedachte te illustreren. Het komt erop aan, zegt Kierkegaard, om mijn bestemming te begrijpen. Het gaat erom een waarheid te vinden die voor mij de waarheid is. De idee te vinden waarvoor ik wil leven en sterven. En ik geloof dat dat existentieel uitgangspunt van het personalisme misschien te vaak wordt verwaarloosd en als te subjectief achterwege wordt gelaten. Je kunt er eigenlijk zo niets mee doen. Het is nochtans essentieel. Uiteraard is er ook een filosofisch kader en een politieke ideologie nodig om het maatschappelijk handelen te sturen. Maar de persoonlijke zoektocht naar de eigen subjectieve waarheid en roeping komt eerst. En daarom zijn denk ik ook zo'n verhalen als dat van Erik en van Ingrid heel belangrijk. Het zijn niet alleen toemaatjes of toepassingen van een theorie, ze raken de essentie van het personalisme. Terug naar de persoon die ik ben en wil zijn. Wie de zaak omdraait en het personalisme primair gelijkstelt met een theorie of een ideologie, mist de pointe van het levende personalisme. Het eerste agendapunt van de personalisten, zoals Maritain, Mounier en anderen, is altijd geweest de persoonlijke spirituele herbronnen. Om dat te illustreren, toen Gandhi het leiderschap had over de onafhankelijkheidsbeweging in India, reserveerde hij zich ondanks alle drukte en alle onderhandelingen en conflicten die er waren, wekelijks een vrije dag om te vasten en aan spirituele herbronning te doen. Als ze 20 jaar geleden met een groep vrienden, waaronder Henk, een hele belangrijke rol heeft gespeeld, SPIS als een netwerk voor spirituele herbronning opgericht hebben, dan was dat vanuit de overtuiging dat zonder die herbronning, die spirituele herbronning, het personalisme als beweging zou verdampen. En ik denk dat dat ook eigenlijk ongeveer gebeurd is. De volgende vraag is dan: hoe kan nu dit existentiële personalisme leiden tot een diep ecologisch engagement? En dat is dan mijn derde stap. Het ontwikkelen van een personalistische visie op de natuur. Het antwoord is eigenlijk relatief eenvoudig. Naarmate de zelfervaring van de mens zich verdiept, verbindt ze ons van binnenuit en op een unieke manier met al wat leeft en met de bron van al wat leeft. Het ego
ontdekt zichzelf als een eco-zelf. Het vindt, met andere woorden, in de onderstroom van het bewustzijn een intuïtief ervaringspunt waar het verbonden is met de hele schepping. Het veel geprezen zonnelied van Franciscus geeft aan die grondervaring van het eco-zelf een mooie en poëtische expressie. En wie de encycliek Laudato Si gelezen heeft, heeft ook bemerkt hoeveel aandacht aan die spirituele grondervaring van het eco-zelf door Paus Franciscus wordt gegeven. Albert Schweitzer, een protestantse arts die de Nobelprijs van de Vrede kreeg omwille van zijn humanitair engagement en ondernemerschap in Afrika, drukte zijn ecologische zelfervaring uit in een beroemd geworden zin, namelijk: ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil. Ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil. In alle levende wezens, van dier tot bloem tot mens, is een levenswil aanwezig. En omwille van deze solidaire levenswil kunnen we de natuur ook nooit louter als een middel in dienst van de mens beschouwen. Het ethisch imperatief van Kant is niet alleen naar de mens gericht, het wordt verruimd door Schweitzer naar alle levende wezens. Alles wat leeft heeft een eigen, authentieke betekenis die we moeten erkennen en eerbiedigen. Schweitzer zelf schreef zijn ecofilosofie neer toen hij tijdens de Eerste Wereldoorlog samen met zijn vrouw, hij was een Duitser, gevangen gezet werd door in Franse gevangeniskampen. En daar heeft hij zijn ecofilosofie, dat is dus in de jaren 1914-15, neergeschreven. Ze is bij ons weinig bekend, maar ik vind ze een heel boeiende en inspirerende filosofie voor iemand die een ecopersonalistisch uitgangspunt zoekt. Zij is trouwens zeer verwant met Gandhi's ideeën over geweldloosheid. Een moeilijk punt, dat wil ik nog even aanraken, in elke natuurfilosofie is het ambigu karakter van de natuur. Voor vele diepe ecologen staat de natuur voor harmonie en balans en de mens voor disruptie en vaak ook voor exploitatie en uitbuiting van de natuur. Vraag is dat niet een te pessimistische visie op de mens en een te romantische visie op de natuur? Ik geloof dat de ervaring ons leert dat de natuur twee gezichten heeft. Enerzijds is het een bron van schoonheid, samenhang, goedheid. Ook onder de dieren is er heel wat vormen van altruïsme. Maar anderzijds manifesteert de natuur zich ook als destructie, vrede, concurrentie, struggle of the fittest enzovoort. Er is een dubbelzinnigheid in de natuur, zoals die ook in ons is als natuurwezens. Ik volg Schweitzer, waar hij zegt dat de ethische norm, eerbied voor de natuur en voor alle natuurwezens, niet zomaar kan afgeleid worden uit de natuur zelf. Het is geen natuurwet. Het is een morele en spirituele wet die zijn oorsprong heeft in ons reflexief menselijk bewustzijn van universele verbondenheid. Die dus in ons mens zijn als persoon ontluikt. Omwille van deze ethische en spirituele mens is de mens geroepen om de natuur in zichzelf, en zichzelf ook als natuurwezen, te transformeren in de richting van steeds hogere eenheid en samen. Ik kom tot mijn laatste punt, maar dan relatief kort. Een alternatief bieden voor het groene kapitalisme. Duurzaamheid is vandaag een algemeen issue. Maar duurzaamheid kan uit verschillende gezichtshoeken gerealiseerd worden. Ze kan uiteraard vanuit een mainstream economische logica ingevuld worden. En we krijgen dan zoiets als een eco-gecorrigeerde markteconomie.
dat in de praktijk neerkomt op een groen kapitalisme. Dat wil zeggen, we streven ernaar naar een lange termijn efficiëntie die de negatieve effecten van de economische groei mildert, maar die de onderliggende logica van puur instrumenteel gebruik van de natuur niet verandert. Nu, de uitdaging bestaat er mijns inziens in een economische logica te ontwikkelen waarbij de natuur niet louter als middel, maar ook steeds als een waarde op zich en als een doel gerespecteerd wordt. En daarin denk ik hebben we nog een hele lange weg te gaan, waarin nieuwe technologieën en eerbied voor het leven elkaar moeten vinden. En om toch maar een voorbeeld te geven van zo'n combinatie. Ik vond die in het werk van de Duitse architect Thomas Rau, die onlangs te gast was op het Ethium Forum 2020. En ik citeer hem: we gaan vandaag efficiënter en zuiniger om met onze grondstoffen, maar het systeem blijft hetzelfde. Uiteindelijk gooien we grondstoffen weg. En daarom moeten we het hele systeem in vraag stellen en voor circulariteit kiezen. In een volledige circulaire economie worden de grondstoffen niet uitgeput, maar blijven ingezet. Men bewaart ze. En hoe kan dat? Wel, Thomas Rau heeft een van zijn concrete middelen waarmee dat hij probeert dat te realiseren, namelijk het invoeren bij het bouwen, bij elk gebouw dat hij neerzet, van een materialenpaspoort. Een materialenpaspoort beschrijft precies hoeveel van ieder materiaal in een gebouw is gebruikt. En zo weten de architecten en gebruikers precies welke en hoeveel materialen in het gebouw zitten, hoe het onderhoud moet gebeuren en op welke manier ze het gebouw uit elkaar kunnen halen. En dankzij dit publieke online platform kan men de materialen oneindig blijven hergebruiken, omdat ze geregistreerd staan en retraceerbaar zijn. Huizen worden nooit helemaal afgeschreven. Hun materialen blijven immers bestaan voor toekomstige producten. En dat heeft ook dat verleent ook aan de gebouwen een financiële meerwaarde en stimuleert dan weer fabrikanten om te kiezen voor betere ontwerp- en materiaalkeuzes. Dat als een klein voorbeeld van hoe eerbied voor de natuur, behoud van de natuur en technische innovatie kunnen samengaan en elkaar kruisbestuiven. Ik besluit met de gedachte dat als, en ik herhaal daarmee een gedachte die ook Ingrid geformuleerd heeft, als er in Europa in de toekomst iets unieks te bieden heeft in deze geglobaliseerde wereld, dan is het denk ik zijn eco-personalistische visie op de economie en de samenleving. Dank u wel. Heel, heel hartelijk dank, Luc, voor deze fundamentele, toch wel zeer fundamentele en diepgaande uiteenzetting over mens en natuur, over economie en duurzaamheid, zelfs heel concreet naar het einde toe, over hoe dat in Europa kan verder gezet worden in de toekomst. We zijn een klein beetje over tijd gegaan, maar ik vond het niet zo erg, want zowel de bijdrage van Ingrid als van jou waren, en ook natuurlijk de voorgaande bijdragen, waren zo bijzonder rijk dat we dat niet konden zomaar onderbreken, vond ik. Maar we gaan even naar de timing nu kijken. U bent allemaal nog uitgenodigd straks in wat heet de Coffee Corner. Dus dat wil zeggen dat u nu vooral eerst tijd moet krijgen om even op adem te komen. We stellen de mens centraal en dus ook de inwendige mens. Tegen 4:05 wordt u allemaal terugverwacht. U zal dan merken dat uw microfoon en uw video wel werken, dat u die aan het werk kan zetten. U zal automatisch ingedeeld zijn in kleine groepjes. U hoeft zich daar dus geen zorgen over te maken. U blijft gewoon in deze link en u wordt toegeleid naar die groepjes. Die sessies, dus die discussiesessies in de Coffee Corner, gaan gemodereerd worden aan de hand van stellingen en vragen. En deze sessies zullen niet opgenomen worden.
Dus voilà, dat weet u dan. Hè. Daarmee bent u qua privacy ook op de hoogte van wat daar te gebeuren staat. Dus ik stel voor, geniet van een kop koffie of thee en we zien elkaar terug om 3:55 voor het vervolg van deze namiddag, deze webinaractiviteit. Voor ons ook een experiment met pauze en met discussiegroepen. Tot zo dadelijk. Welkom terug allemaal in de plenaire sessie. Ik heb ervoor gezorgd dat jullie camera toch nog eventjes op kan blijven staan. Als de microfoon uit kan blijven, is dat heel fijn. Maar de camera mag aan, dat is misschien iets gezelliger voor de sprekers. Ik wil graag het woord geven aan Stijn, maar ik weet niet of Stijn er al is. Jawel, ik ben er. Absoluut. Voilà. Ja. Welkom terug iedereen. Hopelijk hadden jullie een goede uitwisseling. Ik denk dat we nu eventjes gaan stoppen met nog interageren eigenlijk en het woord te vragen. Dus ik ga jullie handen die opgestoken zijn, sorry, moeten negeren op dit moment. Want ik zou heel graag nog even het woord geven aan Henk, die tenslotte, als ik dat zo mag zeggen, het feestvarken ook van de dag is. Henk, knor erop los, zou ik zeggen. Ik denk dat we echt in een context komen van wat ik bedoelde met een liber amicorum. Hè. Dus ik mag jullie aanspreken als vrienden die vanuit dat personalistisch gedachtegoed de warme genegenheid naar de economie in de brede betekenis koesteren. Dus, en men vroeg me op het einde van deze webinar nog een korte afsluitende nabeschouwing te brengen. Staan we toch eerst toe jullie te bedanken hè, voor eigenlijk dit liber amicorum, dat jullie mij op die manier schenken, digitaal. Hè. Luc van Liedekerke, bedankt voor de loyale manier ook waarop jij in jouw inleiding namens het departement Wijsbegeerte deze workshop in het kader van mijn emeritaatsviering situeerde. Hélène Touquet, bedankt dat jij mij aanspoorde inderdaad werk te maken van de hoop van Baron Velge om iets te doen rond die Europese waarden, voor de mensen in de economie. En dank ook aan jou, Stijn en Nienke en Brecht en de mensen van Uxia achter de schermen voor het knap modereren van deze workshop. Eveneens aan de verschillende moderatoren, de deelnemers van de parallelsessies, waarin uiterst interessante uitspraken vielen die we echt meenemen ook naar de toekomst toe met onze leerstoelen. Uiteraard gaat ook mijn grote dank aan de boeiende sprekers van deze namiddag. Dries, zo sterk, jouw hertaling van het personalisme naar vandaag. Mevrouw de minister, uniek dat u te midden uw oorvervolle agenda toch personalistisch, zal ik maar zeggen, tijd maakt voor ons. Erik, jouw koppelen van het uitbouwen van een onderneming zoals Sylvester Productions aan de inspiratie van die man van Nazareth zal aan de ribben blijven plakken. Ingrid, geweldig ook hoe jij met jouw bedrijf de Europese waarden waarover we het hadden geïnspireerd echt waar maakt. En Luc Boekaert, bedankt dat jij ons oproept in te zien dat we maar de mens centraal kunnen plaatsen wanneer we durven openstaan voor het wezen van ons uiteindelijk nooit volledig te doorgronden gemeenschappelijk huis, onze oikos. Een ecopersonalisme dat op een unieke manier zelfs eigentijdse mystiek wordt, de manier waarop jij het ook uitlegt. En last but not least wil ik mijn warme dank betuigen aan mijn hoogbejaarde ouders die ook een poging deden om mee te kijken. Mijn lieve echtgenote Jo en mijn dierbare kinderen die mij vandaag, maar ook al die jaren van mijn loopbaan als prof gesteund hebben in goede en kwade dagen. Maar nu nog de beloofde korte afsluitende nabeschouwing. Ik probeer het kort te houden om toch tot essentie te komen. Na die videoboodschap van minister Kerwiets trof het me hoe de drie sprekers na de briljante keynote van Dries de Weer, elk op hun eigen manier het wezen uitdrukte van de Europese waarden van het personalisme. Het zijn deze die ik ook persoonlijk in mijn professoraat heb proberen door te geven. Ik hoorde er eveneens boeiende echo's van tijdens de parallelsessie. Staan we toe om een en ander nog even te koppelen aan enkele personalisten die een centrale plaats kregen in mijn onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Maritain, Mounier, Levinas en Schumacher. De expliciete verwijzing van ondernemer Erik Hendricks naar de evangelie ligt eigenlijk helemaal in de lijn van het expliciet religieus humanisme waarvoor Jacques Maritain pleitte. Ook voor Emmanuel Mounier kan er maar sprake zijn van een personalistische cultuur wanneer men open staat voor het transcendente. Want zoals hij terecht stelt, Mounier,
Zonder een vernieuwd mystiek besef is het niet mogelijk de moderniteit met haar technocratisch, zeg maar, digitaal bewustzijn te overstijgen en het besef van een absolute zijnsorde te herwinnen. Wanneer Ingrid het had over de missie van haar onderneming, ondanks, maar finaal ook dankzij de broze mens, kwam de uitspraak van Emmanuel Levinas uit Totalité et Infini naar boven in me. Une mise en question du même qui ne peut se faire dans la spontanéité égoïste du même se fait par l'autre. On appelle cette mise en question de ma spontanéité par la présence d'autrui éthique. Éthique, of zeg maar de centrale Europese waarde van het personalisme als het bevragen van onze spontane egocentrische neiging door het concreet op mijn weg komen van de anderen. De Boekaert vertaalde de andere naar het andere van ons ecosysteem. Zowel de corona als de klimaatcrisis roepen ons inderdaad op om het bevragen van onze spontane egocentrische neiging hard te maken in de samenleving. Hard met een D. De economie en ook de onderneming. Denk aan onze lang verwachte Europese Green Deal, waar het hard met een T opnieuw ook in de economie kan komen. En zo kom ik echter automatisch natuurlijk bij Fritz Schumacher's laatste zinnen van zijn Small is Beautiful, waarmee ik ook mijn doctoraat in de economie bij Vlerik 40 jaar geleden beëindigde. Ik citeer. Overal vragen de mensen, wat kan ik nu in de gegeven omstandigheden doen? Het antwoord is even simpel als onverwacht. Wij kunnen ieder van ons werken om onze eigen innerlijke economie op orde te brengen. De leiding die we bij dit werk nodig hebben, kan niet worden gevonden in de natuurwetenschap of de technologie, waarvan de waarde uitsluitend afhangt van de doelstellingen die zij dienen. Maar onze broodnodige inspiratie is nog te vinden in de traditionele wijsheid van de mensheid. Einde citaat. Ik dank jullie oprecht voor jullie aandacht. Bravo, Henk. Bravo, Henk. En proficiat ook, hè? Ja. Ja, ik kan daar nog maar weinig aan toevoegen natuurlijk. Iedereen is eigenlijk al bedankt, dus ik bedank natuurlijk ook voor de samenwerking met Helene Touquet van de Leerstoel voor Europese Waarden, Henk en Luc voor de Trends Leerstoel Economie van de Hoop. We gaan die samenwerking natuurlijk verder zetten, dat spreekt voor zich. En ik dank natuurlijk ook alle UXIA-medewerkers en ook Brecht heel hartelijk voor alle logistieke ondersteuning van dit evenement, alle communicatie, ons scherp te houden in ons denken enzovoort. Dus heel veel dank daarvoor. En proficiat. Ik heb van Luc ook een zin aan, van Luc Boekaert een zin aangereikt gekregen die ik denk ik boven het bed van mijn kinderen ga hangen. Hè. Ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil. Dus die zin van Schweitzer neem ik zeker mee uit dit webinar. En dan wens ik jullie het allerbeste en vergeet niet van onze activiteiten samen, maar ook die van UXIA, apart ook nog, goed in het oog te houden op onze website. Er zijn ook evenementen bijvoorbeeld rond de gemeenschapseconomie nog zeker niet te missen. En dan wens ik jullie ook een allerbeste gezondheid toe. Hou het veilig en gezond. En herinner je, het is in deze tijden een noodgedwongen herinnering, de etymologische betekenis van het woord persona is masker. Dus dat is een minder leuke betekenis misschien om aan herinnerd te worden, maar het is niet anders in deze tijd. Het beste en hou jullie allemaal goed. Tot later.